De vraag van mevrouw Ja, voorzitter, dat artikel 23.4, waarin staat dat er geen bevoegdheden worden overgedragen. Waar uh, staat dat nou eigenlijk? Want dat is mij gisteren bij de technische briefing verteld, maar ik heb hem alleen niet kunnen vinden in de bijlagen die de minister 16 februari uh, bij de brief aan de Kamer stuurde. Um, de uh, informatie over um, de onderhandelingen uh, 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 over, de, uh, uh, nou, eventje, over het pandemie-instrument, die zijn openbaar. Uh, in verschillende brieven uh, hebben we gewaars of hebben we uh, verwezen naar die verschillende uh, onderhandelingen. Uh, en daar uh, is expliciet in vastgelegd. In dat artikel 23.4. dat er geen soeverein, soevereiniteit wordt overgedragen. Ja, dat hoor ik de minister net zeggen. Artikel 24, uh, paragraaf 3 uh, is gisteren uh, verteld. Ja. Maar waar, waar staat. De vraag blijft: waar staat hij dan? En hoe verhoudt hij zich dan tot het nieuwe artikel 13Ha? Althans, een van de wijzigingsvoorstellen uh, daarop dat lidstaten have to undertake to follow WHO's recommendations. Ja, voorzitter. Uh, ik moet even eventjes kijken waar dat precies staat. Want we hebben natuurlijk veel brieven verstuurd. En we hebben veel verwezen naar die stukken. Uh, waar het exact staat, zal ik eventjes navragen. En dan kom ik erop terug in de tweede termijn. Dat is fijn, uh, voorzitter. Uh, maar dit is precies het punt. Dit is precies het punt. Uh, hoe kan je nou... Direct eind mei uh, in gaan stemmen, terwijl het nu dus een zoekplaatje is om vast te stellen uh, wat, wat de tekst uh, is, voorzitter. Dank u wel. De minister, de minister. Ja, nou ja, voorzitter. Ik, ik kan alleen maar herhalen wat ik net gezegd heb. Het is helemaal geen zoekplaatje, het is heel eenvoudig te vinden. Alleen ik heb het even niet precies voor ogen. Dus ik kijk ook even naar de mensen die mij ondersteunen om het dat even aan te geven.